hoogte- en dieptepunten. In de Kamer van Brabant nodigt onze primadonna Isabelle wekelijks een bekende Brabander uit voor een rondje in Joris en de Draak. Vandaag party animal Mental Theo. This Christmas. Nou Theo, gaan we dan? Ben je zenuwachtig? Ik ben nooit zenuwachtig. Nooit zenuwachtig. Ik ben altijd scherp. En is jouw leven een achtbaan of eerder een rustig boottochtje? Dat is wel een achtbaan. Ja? Ja, een hele foute achtbaan met soms stukjes eruit. Dat af en toe om de mist is gegaan. Ik ben ook qua bedrijf heb ik echt hoogtepunten gehad. Dat het ontzettend goed ging. Maar ook dat ik weer in één keer terug moest. Dat ik in de oude auto van mijn vader moest gaan rijden. Dan heb ik weer vanuit niets meer omhoog moest klimmen. Ik heb ook al 100.000 baantjes gehad, dingen gedaan in mijn leven. Alles geprobeerd. Ja, ik denk, maar wil je natuurlijk de persoonlijke Theo leren kennen? Iets heel persoonlijks voor mij is dat ik altijd van baas naar een supermarkt moet. Okay. Of naar een winkel. Daar heb ik een hekel aan. Ik heb een hekel aan mensen die je altijd benaderen van... Theo! Ja, maar dan sla je zelf ook uit, toch? Nou, dat is nou de fout die ik vroeger gemaakt heb. Ik was vroeger altijd iemand die altijd heel erg... maar ik ben ook gewoon vader, weet je wel. Ik heb ook een zoon van de 12 jaar. Wat is je grootste verdriet? Wat zeg je? Wat is... Zeg het nou! Probeer nou eens te praten! Je moet praten! Het is een eten, je moet praten! Wat is je grootste verdriet? Verdriet? Ja. Maandelijkse belastingformulieren. Waar ben je onzeker over? Ik was onzeker over mijn lichaam. Ja? Niet meer? Nee, ik ben dat inmiddels... Dat is wel iets met Theo geworden inmiddels, toch? Ik ben 20 kilo afgevallen de laatste 3 maanden. Oh, dat is, oh, het was nog erger. Nou ja, ik keek in de spiegels en dacht mezelf, wat een varken, zeg. Waar heb jij nou het allermeeste spijt van? Nergens spijt van. Ik heb gewoon heel veel stomme dingen in mijn leven gedaan. Onwijs veel stomme dingen. Zoals? Ooit een discotheek begonnen wat ik nooit had moeten doen. Geïnvesteerd in sommige projecten die helemaal de mis zijn gegaan. Iedereen ziet jou als een hyperactief party animal. Hoe zie jij jezelf? Ik zie mezelf als iemand die heel goed een rol kan spelen. Om ervoor te zorgen dat mensen het erg naar hun zin hebben. Maar eigenlijk ben ik gewoon een hele gevoelige jongen. Ik ben eigenlijk een hele simpele, rustige papa met een boerderijtje en een lieve vriendin en een geweldige zoon. Heb je nog een levensmotto? Ja, ik heb zeker een levensmotto. Zoals? Niet het vallen is falen, maar het weigeren op te staan. Kijk, hartstikke mooi. Nou, dankjewel. Heel veel succes.